Ja, beste Gentenaars, dan organiseerde ik hier in België weer iets in open lucht en dan is het verschrikkelijk weer. In ieder geval, de Benefietfuif was een groot succes, veel publiek, er is veel geëten, er is veel gedronken, maar het was toch niet echt optimaal zoals we zouden gewild hebben. En het weer was weer spelbreker. Dus de weldadigheidstombola loopt verder en in ieder geval, ik heb toch wel mijn kans gegrepen zoals je ziet. Ik heb inderdaad nog wat loodjes gekocht en ik heb een paar serieuze prijzen op de kop kunnen tikken. Maar we gaan in ieder geval door daarmee. Af en toe maakt men eens een filmpje in mijn bureau en men zegt dan, ja, je zou je bureau een keer een beetje moeten opruimen. Maar nu niet meer natuurlijk, hè. Nu zit ik in dit schitterend decor, omdat ik al die prijzen natuurlijk heb kunnen bemachtigen dankzij de weldadigheidstombola van TV Erkergem. In ieder geval, haast u, als je nog die requisieten wilt winnen, dan moet je dringend een loodje kopen. Dan heb je heel veel kans om een van deze bijzonder mooie prijzen te winnen. En als dat lukt, kan TV Erkergem opnieuw opnamemateriaal kopen, nieuw materiaal kopen om hun werk verder te zetten. En kunnen ze misschien opnieuw naar New York gaan voor films te maken, dan zitten ze niet om de twee weken in mijn bureau hier te filmen en dan ben ik ze ook een beetje kwijt. Enfin, dit was Daniel Termont, deze keer niet vanuit New York, maar vanuit mijn bureau in Gent.